Wat is Immerke Radehuis? Ja, het is een fietstocht langs 11 kroegen. Vanaf Hos naar Krommenie, 10 kilometer lang. En overal een stempel halen. En 1 of 2 pilsjes, maar het wordt er altijd meer. We hebben 800 inschrijvingen, maar heel veel mensen hebben niet geweten dat je kon inschrijven. Dus ik verwacht dat er 1000 tot 1100 mensen deelnemen momenteel. Heb je al heel veel opvallende verschijningen gezien? Ja, onwijs veel. Ik zag net een smurfenfiets. We zagen een bierfiets met 20 man. Ja, mensen hebben fietsen aan elkaar gelast, skelters. Het is een combinatie van de land, zee en de lucht. We hebben zelfs mensen gezien die waren als mandarijn een netje. Er waren 10 mandarijnen in een heel groot netje, dus dat was heel bijzonder. Ja, mensen verzinnen echt superleuke dingen. Immerke Radehuis is? Top. Als maar rechtdoor, toch? Gekhuis. Ja, gekhuis. Ja, ja, wat hij zegt, gekhuis. Het mooiste wat er is. Ja, in één woord, geweldig. Carnaval in Krommenie. Vergeet Assendelft niet, hè? Oh, en Assendelft. Ja. Ik vind het moeilijk te beschrijven. Het is de eerste keer dat we het doen. Ik denk van, wat is dat eigenlijk? Vorig jaar hoorden we dat het zo gezellig was. En, nou, het is ook gewoon hartstikke gezellig. Je komt iedereen tegen, je praat met iedereen. En, gewoon weer even socializen. Wat maakt deze toch zo bijzonder? Ik denk omdat iedereen gewoon vrij is om te doen wat ze zelf willen. Er is helemaal geen verplichting. Iedereen kan kleden hoe ze zich willen en je kan heen gaan waar je wil. Dus ik denk dat het succes is. En vorig jaar was denk ik 80% verkleed. Ik denk dat nu iedereen, ik heb niemand voorzien. 99% is verkleed, ja. Momenteel. Ja, dat is gewoon de grap. Net carnaval in Krommenie Assendelft. Helemaal te gek.